Ik ben Johnny. En samen zijn we Johnny Sins. Allee, de schrijver Johnny Sins. Oké mensen, welkom bij deze video. Ik ben vandaag met Stichie. Dankjewel. We gaan proberen mensen pranken. We gaan zo de weg vragen aan mensen. Dus bijvoorbeeld, Stichie, waar is de Hubo? En dan wijst die zo bijvoorbeeld naar daar, die mens of Stig, ja. En dan moeten wij de andere kant op wandelen en dan kijken die echt zo raar aan. Of we moeten gewoon iets grappigs zeggen of zo, van waar is die shop of... Snap ze? Dus komt goed mensen, veel kijkplezier alvast. Wij gaan nu even drinken halen voor Stig, want hij heeft dorst en een donut. Eten, en een brood. En een donut. Dus tot zo mensen. Oh, dat is gewoon aan malen. Ja, jongens, we gaan een chocomelkje drinken. Ziet dat spurten, jongen, spurten. En toen zat hij vol. Ja, dankjewel. Oh, ziet dat dan. Oh, en het dekseltje erop. Oh. En we kunnen gaan zitten met Stig. En de Deleuze. Ik ben gewend, jongen. Nee. Stop. Ik heb je centje, Diddy, dat kan ik proberen. Wat zijn geluid, man? Wat ga je springen voor de camera, vrouw? Ik ben een meeuw! Ja. Yeah. Yes, dik zeg. Wie? Ja. Oké mensen, we zijn hier nu in de bieb. Ik en Stig, ik ga proberen te vragen voor een boek van Johnny Sins. Dat ze dat hier hebben ofzo, van Johnny Sins. Iedereen kent Johnny Sins wel. Als je hem niet kent, sorry maar. Zoek maar gewoon op. Hij is brandweerman en zo, brandweerman alles. Dus oké, hopelijk lukt de prank. Stig moet zijn eigen gewoon even opstellen voor te filmen en dan ga ik gewoon naar voor te vragen. Mevrouw, verkoop jullie toevallig van het boek de schrijver Johnny Sins? Want mijn mama zei dat hij hier misschien was, maar ik vind die nergens. Dat is goed. Ja, dankjewel. Hoe is hij geschreven? Johnny Sins. Het kan zijn dat jullie die niet hebben, maar... Ik begin echt naar het schrijven. S-I-N-S, denk ik. Nee. Ah, oké. Dat maakt niet uit dan. Dan ga ik ergens anders zien. Dankjewel. Dag. Meneer, mag ik iets vragen? Waar is de Hubo? De Hubo. De Hubo? Ja, de Hubo. Dus gewoon de hele tijd naar daar blijven volgen. Ja. Oké, dankjewel. Ja. Meneer, zou ik iets mogen vragen alsjeblieft? Waar is de Lidl eigenlijk? In Nur. Oh. Ik kan misschien al zien van hier de Lidl. Oh, dan heb ik dat fout gezien. Dankjewel. We praten met elkaar. Mensen, we hebben Johnny Sins en... Lana Rhodes. Lana Rhodes, dat was het. Hello. Lana Rhodes is nu aan het quizspelen met dikke bullen naar ons. Die andere is Johnny Sins. Vanaf nu zijn jullie onze Lana Rhodes en Johnny Sins. Love naar jullie. Doe het veilig, Johnny. Hij is brandweerman vandaag, ik denk. Oei, joh, ze wil ons echt aanvallen. Ja, echt. Gaan we meeluisteren? Nee, gaan we even luisteren wat ze te zeggen hebben. Lana. Johnny, Lana, mag ik jullie even interviewen? Johnny, chill. Mag ik iets vragen? Hoeveel per uur verdient jij? Lana. Oké, sorry. Ik laat jullie met rust. Meneer, zou ik iets mogen vragen? Dichterzijdse boerderij, waar is die? Mijn dichtbijzijnse boerderij, waar is die? Want mijn vader is Jamelke en die is al 13 jaar niet meer teruggekomen. Dus weet je misschien wel dat de boerderij is? De boerderij hier. Ja, ja, mijn vader te zoeken.
voor de rij, voor de in de gele kant. Noemen uit zeker of kinderachtig er is. Ja, dat zou kunnen. Ik zou eens gaan zoeken dan. Ja, daar vliegt één. Ja, is goed. Dank u wel. Papa! Papa! Oké, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Het was eigenlijk gewoon even een probeersel of dat jullie deze misschien leuk vinden om te kijken. Ik en Stig vonden het in ieder geval echt fucking leuk om te doen. Dus willen jullie meer van deze video's zien dat wij mensen zo'n beetje pranken of zo? Of als jullie nog ideeën hebben, laat zeker weten in de comments. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En drop zeker die like. Abonneer even, is kleine moeite. Help me naar de 200 abonnees. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Ciao!